Zo. Iets aanzetten. Onderweg. Het is zaterdag. Ja. Jezus. We doen dan toch maar... En het is warm in de auto. Ja. Het is prachtig weer. Dus dat kunnen jullie ook zien op kant B. We kijken deze keer gewoon recht vooruit. Soort van. Hé, moet je kijken. Klant van jouw auto. Prachtig weer, prachtig weer. Het is niet heel erg koud. Nee, het is, nou, wat zal het zijn? Een graadje of 6 of zo? Ja. Ja. Maar dat... Het is typisch april weer. Ja. Maar het is wel, het is in elk geval een beetje zonnig. En dat is wel heel erg fijn. Daar word ik altijd vrolijk van. Ja. Hey, we hebben al een beetje getwitterd met elkaar. Had jij, want jij hebt al onderwerpen, hè? Misschien dat het leuk is dat jij deze keer zo even begint. Ja, is goed. Wacht even hoor, pak ik even mijn onderwerpen erbij. Oh ja, we staan toch voor het rooien. Oh ja, ik heb een column geschreven voor Web Designer Magazine. Ja. Die is van de week, kwam dat blad uit. Dus die column staat nu ook online. Dat is het fysieke blad, toch? Ja, papieren blad. Ja. Maar de column staat ook online, dus je kan er naar linken. Oké, okay, cool. En ik heb hem ook op mijn eigen site gezet. Ik heb hem ook vertaald. Ah, oké. Okay. En dat gaat erover dat ik mis de invloed van kunstenaars op het web. Ah. Ik vroeg me een tijdje af van waar zijn die kunstenaars nou eigenlijk op het web? Weet je, je hebt wel galeries die papieren kunst verkopen. Ja. Of je hebt allemaal portfolio's van kunstenaars, weet je, fotografen die hun werk showcasen, dat soort dingen. Ja. Maar je hebt geen kunstenaars die zich bezighouden met het medium web. Nee, precies. Je hebt wel wat mensen die toffe dingetjes maken met JavaScript of met Flash. Met Flash had je dat vooral heel veel. Ja, gave obscure animaties, ja. Hoe heet het? Ja, maar websites. Weet je, je had met... alle nieuwe media, als die eruit kwam, dan werd die echt wel beïnvloed door kunstenaars. Kunstenaars gingen ermee spelen, die gingen kijken wat ermee kan. Die gingen de grenzen opzoeken. En op het web ontbreekt dat op de een of andere rare manier. Kunstenaars houden zich niet bezig met het medium web, onderzoeken niet wat daarmee kan. Nee. En waar zou dat aan liggen? Denk je dat de techniek te moeilijk is geworden of zo? Ah nee, want ze deden ook Flash. Ja, nou ja, maar een paar dan misschien. Ze zaten ook te spelen met chemicaliën om films te ontwikkelen en ja, dat soort dingen. Waar, dus, ja. Bedoel, het gaat, ik denk niet dat het over moeilijk... Eén banale verklaring is natuurlijk, valt geen geld mee te verdienen. Uh-huh. En kunstenaars zijn een beetje gepreoccupeerd met geld. Dat is natuurlijk ook, ja, maar hoe verdien je nou geld als kunstenaar? Ja. Dit is natuurlijk een lastig onderwerp. Dus het zou kunnen dat het daaraan ligt. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik wil dat ze er wel op komen. Want ik denk namelijk dat als je... als kunstenaars zich bezig gaan houden met het web... Die hebben hele andere redenen. Die hebben hele andere dingen waar ze mee bezighouden dan... Ja, die willen experimenteren. Die willen... die verkennen veel meer van wat er ook mogelijk is. Op een andere is. Manier. Kijk, wij verkennen ook wel, maar wij zijn op zoek naar hele praktische oplossingen. Ja, we zijn op zoek naar functionaliteit of leesbaarheid. Ja. Of dat performance. Dat optimaal gebruikt wordt of wat ook. Dus als we iets gaan onderzoeken en we gaan iets maken. Ja. En dat als het bij ons dan niet voldoet aan bepaalde eisen, zoals performance, dan zullen we het niet doen. Dan gaan we het gewoon negeren. Wij gebruiken ons gezond verstand. Ja. Irritant. En dat is natuurlijk heel erg goed. En dan kom je tot prachtige conclusies. Maar ik denk, dat bijvoorbeeld, stel nou dat je een kunstenaar, die kan gewoon zeggen, oké, performance, dat is interessant. Misschien ga ik eens kijken wat er met anti-performance gebeurt. En als ik nou dus de boel omdraai, dus ik ga echt zware, juist hele zware objecten sturen. Of juist heel veel objecten naar de mensen te sturen. Dat je browser traag wordt of zo. Kijken wat dat doet. Kijken. En het zou best wel eens kunnen dat daar hele wonderlijke dingen uit voortkomen die nuttig blijken te zijn uiteindelijk. Dus ik mis dat artistieke onderzoek mis ik heel erg op het web. Dat is er gewoon helemaal niet. En dat is, dat is raar, want het web is nou juist een heel
vet medium. Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik kan je misschien voor een heel klein deel tegenspreken. Een van de aspecten van het web is natuurlijk ook social. Dat mensen makkelijker sociaal kunnen zijn. Ja. En toevallig had een vriend van mij echt een aantal jaar geleden, dat is zeker 8 jaar geleden, een experiment gedaan over verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid op het web. Hè. Ja. De vraag was eigenlijk van, is het internet als community, hebben die een gevoel van verantwoordelijkheid? Oh, ja. Dus wat hij deed was, hij zette wat vissen in zijn kamer. Hij zei van, jongens, ik ga een maand op vakantie en jullie zijn verantwoordelijk voor het voeren van de vissen. Ja, het enige wat je hoeft te doen is op het knopje te drukken op de website. Ja. En dan zie je het molentje draaien en dan vallen de spulletjes erin. Ja, maar daar wordt inderdaad met data en met social en met gedrag, daar wordt veel mee geëxperimenteerd. Ja. Daar zie je inderdaad kunstenaars actief zijn. Maar op mijn vakgebied, dat is echt, nou ja, noem het maar grafisch ontwerpen. Ja, ja, precies. Dat is eigenlijk wat we doen. Daar ontbreekt de invloed van kunstenaars. En dat vind ik wonderlijk. Want als je bijvoorbeeld, ik begin die column ermee, dat een kunstwerk wordt natuurlijk ook op verschillende manieren gezien. Het is een beetje afhankelijk van waar het hangt in het huis. Het is een beetje afhankelijk van wat voor kleur muur, wat voor lijst er omheen zit, wat voor licht erop schijnt, of het dag of nacht is. Wie het koopt. Ook, of het überhaupt gezien wordt, of het misschien wel in een depot zit en dat het theoretisch alleen nog maar bestaat. Theoretische kunst. En dan heb je met beelden, weet je, daar is ook weer afhankelijk van. Staat het beeld buiten? Staat het binnen? Is het klein? Is het groot? Dus de manier waarop iets ervaren wordt en bekeken wordt, dat is afhankelijk van nogal wat dingen. Maar op het web zijn er nog veel meer manieren die invloed hebben. Veel meer dingen die invloed hebben. Ja. En ook dat inclusief lijkt mij, de echte wereld. Ja, inclusief al die dingen die ook voor beeldende kunst gelden, heb je er nog een paar. En ik vind het echt wel een fascinerend onderwerp wel. Van dat daar zouden kunstenaars. Ik wil die invloed van kunstenaars daarop. Ik wil dat ze daar wat mee gaan doen. Maar het is iets ook natuurlijk wat ze van oudsher ook hebben gedaan. Die hebben zich bezig gehouden met hoe kijken mensen en hoe beleven mensen het werk wat ik maak. Hoe wordt het ervaren? Juist iets wat kunstenaars altijd hebben gedaan. Maar is het niet ook zo dat kunstenaars heel erg of vaak hun werken die het meest tot de verbeelding spreken, die zijn vaak reactief. Ja. Kijk naar bijvoorbeeld ergens in de jaren 2000 was er een soort van plotseling een punkstroming van typografie. Waarin mensen zeiden, leesbaarheid, dat is eigenlijk waarom zouden we dingen leesbaar maken? Mm-hmm. Weet je wel, we gaan ons complete artikel in Wingdings afdrukken, zodat niemand het kan lezen. Ja. En, hoe heet die man ook alweer? Ja, ik weet niet. Wordt het onze collega? Die heeft daar een hele studie van gemaakt. Maar De heer Popping. De heer Popping, inderdaad. Onthoud die naam. maar dat soort reactieve dingen, zo echt met een kont tegen het krip van, dit is de gevestigde orde en daar moeten we iets tegen doen of we willen dat in twijfel trekken. Ja. En dat vind ik wel, dat zou misschien moeten gebeuren. Maar misschien is wat nu op het internet gebeurt zo bizar mainstream dat daar eigenlijk heel weinig, dat zou eigenlijk. Ik heb het nog niet eens echt over anti-kunst. Daar is misschien, zijn we daar nog in een te vroeg stadium voor. Ja. Dat zou kunnen. Dat ik vraag me af hoor. Ik kan me heel goed voorstellen dat je. Ik bedoel, nu is er al heel erg veel. Op mediagebied gebeuren er zulke bizarre dingen. Dat iedereen, alle media lopen netjes in lijn. Puur vanwege alle financiële belangen. En hoe heet het? Er zijn maar weinig media die zich daar tegenkeren. Zeggen van, hey, wat jullie nu allemaal in de media krijgen, is dat echt iets wat. Hoort dat wel? Zeg maar, is dat wel de waarheid? Is dat wel iets? De waarheid. Ja, als zoiets zo bestaat. Ja. Maar goed, dat is meer over de media. Maar ik denk dat zeker kunstenaars daar ook nog wel. Waar zijn ze dan? Hè? Ja, ik weet het dus echt niet. Heb ik met een kunstenaar gesproken erover. Ja. Erg leuk dinertje. Georganiseerd door collega Wiebe. En daar vroeg ik dat ook. Waarom zijn jullie niet op het web? En hij. Er was één kunstenaar daar die zei ook van, het zou kunnen dat het inderdaad
waar nou geld ligt, van hoe verdienen we er geld mee. Mm-hmm. En het andere was, hij zei, ik weet het gewoon helemaal niet. Nee, dus geen verstand van. Van dit wist ik niet. En hij had het juist erover dat hij zo'n fan was van Flash. En dat kunstenaars juist liefhebbers waren van Flash. En Flash heeft juist dat tegenovergesteld. Hè? Flash geeft iemand de totale controle over hoe iemand het... Tenminste, geeft iemand de illusie van totale controle over hoe andere mensen het werk gaan zien. Daarom is Flash ook zo ontzettend ongeschikt voor het web. Ja, inclusief de beperkingen natuurlijk. Ja, want kijk, Flash was geschikt voor mensen met Flash geïnstalleerd. De juiste versie van Flash ook nog eens. Ja. En mensen met een muis. Ja. En toen kwamen er andere schermformaten. Toen kwamen er mensen zonder versies van Flash. En toen kwamen er ook nog mensen met andere inputtypes dan een muis. Dus ik snap het wel dat mensen die totale controle willen over hoe iemand anders het werk ziet. Maar dat is juist natuurlijk veel minder interessant. Ja, ik wilde juist zeggen, we hadden het vorige keer hadden we het over responsive. Maar als je mij vraagt, is responsive een fantastische manier om kunst tot leven te brengen. Ja. En er zijn ook kunstvormen waarin kunstenaars juist het ongrijpbare, het oncontroleerbare als belangrijke factor zien. Ja, ja. En dus juist. Kan je voorstellen dat jouw kunst vormen gaat krijgen die je zelf niet eens kan voorstellen als kunstenaar. Ja, nee, precies. Maar die moeten dus, moeten we ze opnieuw opleiden? Maar ik weet niet hoe ik in contact met ze kom. Ik probeer contact te krijgen bij academies. Mm-hmm. Kunstacademies? Ja. Ja. Maar dat gaat wat, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook niet heel hard achteraan ben. Dus mochten jullie mensen kennen bij academies of mocht je op een academie werken, ja, nodig me eens uit. Ik kom graag eens langs. Ik geef graag gastcolleges of andere activiteiten. Biertjes ja, drinken ik kom ook met kunstenaars. Ja, leuk. Ja. Nodig me uit. Ik kom graag langs. Of we organiseren iets, bij wijze van spreken. Ja, dat kan ook. Alleen heb ik ontdekt dat ik zelf heel slecht ben in het organiseren van dingen. Oké. Okay. Dan moeten we daar iemand voor vinden. Ik ben heel goed in het verzinnen van dingen. Maar als ik het daarna moet uitvoeren, dan heb je aan mij helemaal niks. Nee. Ja, we zijn hier goed in. Dit redden we redelijk. Ja. De wasstraat. En dan lullen we het bandje vol en dan is het klaar. Ja. Maar ik denk zeker dat we daar... Want de vraag is zit het er in educatie weer? Hè? Dan komen we weer terug op educatie. Want je weet dat kunstenaars die destijds kunst maakten... Ja, die doorbraken eigenlijk ook wel hun eigen vaardigheden. Hè? Die werden opgeleid als beeldhouder of schilder of wat ook. En die zeiden ook zo van... Maar wat nou als we het vuistdik op het canvas plakten? Ja, blijft dat zitten? Ja. Of laten we kunst maken die vergankelijk is? Ja. Of juist voor eeuwig? Maar het kan ook zijn natuurlijk dat de academies op dit moment met totaal andere dingen bezig zijn. Ja. Dat zou heel goed kunnen, want ik ben helemaal niet meer zo thuis in de hedendaagse kunst. Dus wellicht houden ze zich helemaal niet bezig met hoe dingen eruit zien. Nee. Dat zou heel goed kunnen. Ja. En dat dus het web totaal oninteressant voor ze is. Of dat eigenlijk materie aan zich totaal oninteressant is. Ja. Nou, voor het visuele aspect misschien wel. Er is natuurlijk een belangrijke uitzondering. Het kan heel goed zijn dat mensen, dat kunstenaars ook zijn verschoven naar andere gebieden waarin ze bijvoorbeeld meer controle kunnen uitoefenen. Dus dat is niet het web, maar bijvoorbeeld muziek en VJ-achtige werken. Waar je ook nog eens een goede cent mee kan verdienen. Ja. Ik weet een heleboel VJ's die prachtig werk maken. Het is niet dat ze bang zijn voor computers, integendeel. Nee. Maar ze doen niks met het web. Maar ze gebruiken andere tools misschien ook. En willen misschien ook andere manieren. Het zijn ook andere tools. Voor een deel is het ook tooling. We hebben gewoon hele slechte tools voor het web. We hebben gewoon... Ja. Het is gênant. En dat komt natuurlijk komt het door Adobe. Die gewoon het maar niet snapt. Maar het komt natuurlijk ook door... Ja, maar wij snappen door het zelf ook niet. Niemand anders die het maar doet. Wat? Je ziet nu heel veel tools hier ontstaan om web te designen. Maar die zijn gewoon niet, die zijn niet compleet. Nee. Die zijn niet goed genoeg. Maar laten we dat dan ook doen. Laten we de rest van de wereld, inclusief onszelf, ook de schuld geven. Van, wij maken die tools ook niet. Nee. Verdorie. Dus
Ga eens aan de slag. Ja, ik weet ook helemaal niet hoe dat moet, joh. Dat kan ik toch helemaal niet. Nee, maar... Ik weet wel hoe zo'n tool eruit zou moeten zien. Ja, precies. Maar ja, ik zei al, ik ben heel slecht in het organiseren. Heel goed in het bedenken, dus mocht iemand een tool willen, ik kan het je uitleggen. Ja, als er programmeurs zijn die een pet project maar nodig wel, hebben. Nou, het is geen pet project, het is een complex ding. Dus ja, als je funding hebt... Oh ja, precies. Ik heb je idee. Ja, zie je echt mensen en zo. Oh, ik heb nog geld over. Ja, precies, ja. Shut up, take my money. Een ander onderwerp wat ook interessant was deze week, dat is dat Google heeft besloten om een eigen rendering engine te gaan bouwen. Rendering engine voor browsers? Voor een browser. Dus die gaat niet meer. Dus die gaat afstappen van WebKit. Ja. Die maakt eigenlijk een kopie van WebKit zoals het nu is. En gaat daar zelfstandig aan verder. Want ze forken het. Ja. Hey, maar dat betekent dat het nog wel open source blijft, toch? Het blijft open source. Oké. Okay. Maar nu kan je dus kiezen uit de Chrome variant. Ja. Of de Safari variant. En dat is eigenlijk interessant. Dus wat je nu krijgt is de keuze tussen Google of Apple als je een browser wilt maken. Ja. Nou ja, raad eens wie de wint. Lijkt mij Google, toch? Die heeft de meeste access voor mensen. Nou, en maar Google. Waarom, wat is de gedachte erachter? Waarom doen ze dat? Er zijn een aantal redenen. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk de performance reden. Er zijn mensen die vinden... WebKit is inmiddels al 10 jaar oud. Ja. Dus het is gebaseerd echt op oude. Zo oud? Ja, dus daar zijn dingen niet snel genoeg. Dat is één reden. Dingen moeten sneller. Mm-hmm. Okay, er zijn mensen die het web echt willen laten concurreren met native applicaties. Ja. En om dat te kunnen doen moet je echt een inhaalslag gaan maken. We zijn daar gewoon nog niet. Ja. En dan moet je dus drastische stappen nemen. Dat is één. Maar dat krijgen ze dus niet voor elkaar in de WebKit ontwikkeling? Nou ja, dat zouden ze wel kunnen. Want alleen forken, dat is niet zo vreemd in de ontwikkeling. Nee. Dat doen het zou wel kunnen, alleen hebben ze te maken met politiek. Ze hebben daar te maken met Apple die de boel leidt. Oh. En die geen zin heeft in bepaalde dingen. Nee, met name Google. Die heeft gewoon Apple heeft een andere agenda dan Google. Ja, en voor Google staat... staan browsers echt bovenaan. Het web is voor hun gewoon that's it. Ja. Maar voor Apple niet zo. Dat is interessant. Dus er was laatst Opera was gestopt met zijn eigen rendering engine. Toen was een... Ja, maar die zijn ook over naar WebKit, toch? Die zijn overgestapt naar WebKit, maar die zijn meteen overgestapt naar Blink. De nieuwe rendering engine van Google. Oh, dus die zijn aan boord bij Google? Die zijn aan boord bij Google. Ah, oké. Okay. Dus daar kan je de innovatie gaan verwachten. Ik vind het heel interessant, want wat gaat er nou met Apple gebeuren? Ja. Want Apple zet natuurlijk helemaal in op de apps, want daar verdienen ze bakken met geld mee. Maar of dat nou op de middellange termijn ook is waar de gebruikers van Apple-producten nou echt op zitten te wachten. Mm-hmm. Kijk, als dat web nou zo'n grote vaart gaat nemen, dankzij dit soort initiatieven, ja, dus dan moet Apple wel wat gaan doen. En nu gaat 50% van de ontwikkelaars gaat nu gewoon weg, hè, bij WebKit. Dus dat is... Oh, ja, tuurlijk. Ja. En die gaan allemaal full speed aan die nieuwe rendering engine werken. Ja. Dat is echt wel een hele interessante ontwikkeling. Maar dat is inderdaad dus bijna zorgwekkend. Voor Apple is het zorgwekkend. En voor mensen met Apple-producten ook. Ik vind het bijvoorbeeld zorgwekkend. Maar uiteindelijk heeft Apple er ook niet zo heel erg veel meer mee gedaan. Hè? Safari loopt enorm achter. Ja. Nee, maar vorige keer, een paar keer geleden, hadden we het over dat Facebook misschien een eigen browser zou maken. Wat doe je, man? Je bent in beeld. Wat grappig. Lachen. Ja. Nou, die ziet zichzelf straks op Camp Lake.
Maar hoe het, Facebook die zou eventueel ook een eigen... Of nee, die zou Opera overnemen om dus een platform te krijgen om web, hoe noem je dat? Webapps te maken voor zichzelf. Ja. Omdat zij ook heilig geloven in het web. Maar dat... Facebook heeft nu een... Dat zou Apple ook kunnen doen, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben er gewoon, ze hebben het neergelegd en laten liggen. Apple wilde ook een web, hè? Ja, ja, daar begonnen ze mee. Maar Apple heeft het niet laten liggen. Toen de iPhone uitkwam, zeiden ze... Jullie kunnen prachtige applicaties maken met webtechnologie. Mm-hmm. Daarvoor hadden ze de widgets op de... Op het dashboard. Oh ja, 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 ja. En toen zeiden ze ook, jongens, jullie kunnen alles maken wat je wil. Je hebt met JavaScript heb je toegang tot allemaal API's van onze, van ons operating system. Maar dat hebben ze niemand niet heeft iets gedaan. Developers hebben het laten liggen. Ja. En toen kwam Apple ineens met een eigen proprietary dingetje. Ja, met een development kit specifiek voor de hardware alleen van de iPhone. Voor iPhone. Ja. En toen vonden mensen het ineens wel tof. Terwijl dat... Ja, dat is raar. Dat is echt raar. Maar goed. Het is een... Maar wat helemaal interessant is... Op diezelfde dag dat Google dit aankondigde... Uh-huh. Kondigde Samsung samen met Mozilla aan... dat ze een eigen... Ook een eigen rendering engine beginnen. Een nieuwe. Samsung voor het... Oké. Dus voor... Was dat dat complete OS wat zij... Nee, dat is Tizen. Ook. Okay. Wat? Dat is een eigen OS. Dat is het Firefox OS of zo. Of Mozilla OS. Of Mozilla heeft ook een eigen OS. Maar ze zijn ook een nieuwe rendering engine aan het bouwen. Wauw, jongens. Maar er zit dus echt een soort van gemeenschappelijke gedachte achter. Ja, ja, er is wat iets aan de hand van de niet afhankelijk zijn van één engine. Ieder wil zijn eigen engine, omdat ze een eigen... Ja. Agenda hebben. Dus een hoop politiek zit erin. Heerlijk. Dus welkom terug in, wat is het, 19, of in 2002? Met Mozilla, Firefox, of hoe noem je dat? Met Internet Explorer en Firefox. En, eigenlijk eerder. Netscape. Het lijkt een beetje, het is veel spannender dan Netscape en Internet Explorer in de jaren 90. Ja. Want daar kwam was al gauw duidelijk dat daar één winnaar uitkwam. Dat was natuurlijk heel vervelend. Dat was ook heel slecht voor het web. Ja. Daar heeft het web ook stilgestaan. En nu krijg je ineens... En nu stonden we ook een tijdje stil. Soort van. Nou, het... Nee, behalve dan met responsive. Juist wel. Niet. Het web is juist enorm in ontwikkeling. Hmm. Het stond stil tot 2008. Toen kwam HTML5 een beetje in mainstream. Toen kwam ook Google Chrome. Kwam volgens mij toen pas uit. Misschien zelfs pas later. Dankzij Google Chrome wisten mensen ineens ook wat een browser was. Chrome die adverteerde gewoon full screen billboards in real life. Ja, precies. Weet je wel? Ja. Dat was voor het eerst. Dat had nog nooit iemand gedaan. Mensen wisten helemaal niet dat ze een browser hadden. Nee. Het internet noemden ze dat. Dat zit je gewoon, ja, precies. Ja. Ja. Zo heet het ook heel vaak. Als je de cd in de... in de gleuf deed. Terwijl het niet het internet is. Het is alleen maar het stukje web van het internet. Wacht. Ik geef de camera eraf halen trouwens. Ja, inderdaad. Wil jij nog even verder? Hou je de mensen bezig? Ja hoor. Ik vind het een mooie ontwikkeling. En zeker die Samsung. Want Samsung die heeft natuurlijk mod met Apple. Maar volgens mij is Samsung ook gewoon mod aan het maken met Google. Die wil geen afhankelijkheid van Google hebben. Dus vandaar dat ze ook hun eigen engine beginnen. Ik vind het interessant allemaal. En Firefox die ook echt weer bezig is, is ook mooi. Zo. Firefox is trouwens 15 geworden. Oh, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd Firefox. Of Mozilla, niet Firefox. Mozilla. En je kan doneren, dat kan altijd. Ja. En dan krijg je nu een, hoe heet zo'n beest? Een Mozilla dinosaurus. Een Mozilla dinosaurus. Is dat, dat is wel heel erg... Is dat ironisch bedoeld? Dat hij zo oud is? Ja, yeah, dat ze zo traag zijn. Dat ze maar niet uitsterven. Ja, precies. Ja. Wellicht. Oh, interessant. Ik zal eens kijken waar ik deze neer ga leggen. Als deze nou zo... Oh, kijk, hij blijft liggen. Kijk, daar gaat de buurman. Ja. Dag, buurman. Nee, hij ziet ons niet. Hij is helemaal ingezeept. Of tenminste zijn auto.
Hey, we zijn inmiddels in de Wasstraat. Zullen we hier al feedback doen? Nou ja, dat kan. Ik heb wel feedback gekregen. Ja, ik ook. Oh, ja, begin jij maar. Nou, ik kreeg één tweet van iemand die zei... Wat een tof formaat, ik had het nog nooit gezien. Oh, wat? Ja. Gaaf. Die kenden het nog niet. Maar er was een collega of een familie of gewoon willekeurige persoon? Nou, willekeurig. Het is een nerd uit... een nerd en docent uit Vlaanderen. Ik weet niet meer welk stadje. Oké. In elk geval. Misschien moeten we Wasstraat posters maken, zodat het in de scholen opgehangen kunnen worden. Dus als en ik kreeg feedback via Katrien, mijn vrouw. Oké. Ja. Wat was dat? Die had weer iemand gesproken. Marieke. En Marieke die vond het maar niks dat ik deze auto verkoop. Oh ja. En die vond dat we een viewing moesten doen. Oké. Ja. En daar is nieuws. Of tenminste, het nieuws soort van. Want we vroegen vorige keer inderdaad van... Nou, als jullie een idee hebben voor een ruimte... Dan hoor je het heel graag. En prompt kregen we allerlei ideeën van een aantal locaties in Utrecht. Dus, leuk. Ja, zeker. Ja. Dat is heel erg tof. Eerst zei ik zo van, nou hoor, dat liever in Amsterdam. Maar Utrecht, dat maakt niet echt zo heel erg veel uit als het maar gezellig is. Utrecht is ook een leuk stadje. Ja, inderdaad. Ja, ja, daar ging ik vroeger uit. Toen ik jong was. Daar heb ik mijn vrouw geschaakt. In Utrecht? Ja, nee, maar die komt uit Utrecht. Oké, ik kan wel zeggen. Geschaakt ook, ja. Ja, dat klinkt mooi, toch? Ja. Maar toevallig zag ik ook een commentaar op YouTube. Want er staan de Wasstraten ook, allemaal. En alle fragmenten. En daar lijken wij het... onze format lijkt op de... Milkshake vodcast of vlog noemen ze dat. Een vlog is video blog, zeg maar. Oké. En dat zijn twee gasten uit het zuiden van het land. Ik durf even niet te zeggen wat. Maar die zitten dus 5 minuten, halen ze een milkshake. Hey, die was leuk. En die was echt heel erg leuk. Dat dus zag ik een stukje. Waren gewoon een beetje gein aan het trappen. Ja. Echt super tof. Dus als jullie kijken... Gewone was. Gewone was. Gewone was, ja. Als goed. Dankjewel. Dus ik durf even niet te zeggen waar ze vandaan kwamen. Maar ze hebben allemaal leuke clipjes tussendoor. Yes, dankjewel. En die grappige... En zij editen trouwens wel. Wij doen het gewoon in één stuk. Ja, dat zag er netjes uit. Ja, zeker. En En ze zingen ook. Dat is echt heel tof. Ja, dat ga ik niet doen, zingen. Nee, hè? Nee, dat is ook niet echt mijn ding. Ik kan alleen maar heel goed vals zingen. Ja. Maar die zei, het commentaar was... Ja, jullie zijn eigenlijk een slechte versie van de milkshake-vlog? Ja, we zijn een slechte versie van... Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja, we zijn de lange, irritante, over lullende... We lullen over saaie dingen. Ja, precies, ja. Nou, het viel me... Zij lullen er eigenlijk nergens over. Dat vond ik ook wel interessant. Ja. Dat vond ik echt wel interessant. Ja, zij hebben gewoon een beetje lol op het internet. Ja, erg leuk. In de auto. Ja, grappig. Ja, nee, dat niveau... dat zullen we nooit bereiken. Nee, dan moeten we ook naar McDonald's toe gaan. En dat zou ik sowieso halen. Niet doen. Nee, precies. Dat is dan weer jammer, hè, jongens. Maar die viewing die lijkt dan misschien ook nog wel op ons afkomen. Dat gaat gewoon gebeuren. Maar ik heb hetzelfde organisatie. Of zullen we deze gewoon gaan viewen? Want kijk... Maar dat mensen in de auto gaan zitten? Nee, Marieke wil graag de viewing... bij haar doen of zo. Oh, echt waar? Nou, laten we dat dan maar doen, toch? Oh ja, nou, dat lijkt me heel goed. Ja. Wordt het ergens in Haarlem of zo? Nee. Je bedoelt... Ja. Dus... Maar goed, de Keizersgracht. Dan zit ik dus... In Amsterdam. Komt goed. Ja. Moet iedereen wel zijn eigen bier meenemen. Dus...
Ja, en nu het saaie stuk. Ik had trouwens wel... Wij doen dit in het Nederlands, hè? En ik hoor telkens, jij gaat naar Brighton en naar allerlei Engelstalige congressen ook, waar je het Engels spreekt. Ja. En ik denk zo, ja, het is echt wel jammer dat we dit in het Nederlands doen, soms. Terwijl... Ja, dat klopt ook. Ik ben ook bewust in het Engels gaan schrijven. Ja. Ik schreef de Daily Nerd, schreef ik altijd in het Nederlands. Ja, dat is natuurlijk, ja, er zijn wereldwijd veel meer mensen dan alleen maar Nederlanders die het precies, maar kijk, we doen het natuurlijk niet voor, echt voor het publiek. Het is wel leuk, maar we moeten wel gewoon ons ei kwijt. Ja. Maar af en toe denk ik wel zo, het zou misschien leuk zijn, want ik ken het nog niet. Ik ken nog geen echte mensen die, zeg maar, specifiek wat wij nu bespreken, ook echt... Op mijn vakgebied zijn heel erg veel podcasts. Nee, maar het gaat juist over het overkoepelende gebied. En media en content en alles wat er omheen zit en het internet. Dat mis ik zelf eigenlijk nog wel. Want ik luister iets van 4 of 5 podcasts om inderdaad bij te blijven. Hoe heet het, dat ding van Paul Boak? Luister ik af en toe nog. Hoewel, dat is een beetje high energy. Het gaat heel erg veel over hem ook. Ja, ja, ja. Maar ik luister bijvoorbeeld ook Frame Rate. En dat gaat over mensen. Dat gaat over die cord cutters. Dat is een, dus het gaat over wat nou als je geen televisie meer hebt. Waar haal je dan je toffe media en nieuws en zo vandaan? Oké. Maar echt, ja, iets wat specifiek... dit is, in het Engels. Ja, ik ga het niet in het Engels doen. Er is een gat in de markt. Ik ga het niet in het Engels doen. Weet je, ik praat best makkelijk in het Engels. Maar ik praat gewoon veel makkelijker in het Nederlands. Ja, precies, ja. Ja, en dit is toch en een beetje... reden dat ik dit doe, dit vind ik gewoon lekker om even te houden hoeren over ons vak. Ja, het is gewoon off the cuff. Wat ik bedoelde te zeggen is, hier zit nog wel zeker een gat in de markt. Ja. En we merken gewoon dat dit onderwerp ook echt steeds actueler wordt, steeds belangrijker wordt. Ja, voor wat het dan ook is. Ja, is het ook... Van binnen zijn we beslagen. Ja, wauw. Ja, jongens, we gaan even kijken of op zaterdag ook alle families aan het stofzuigen zijn. Dat zal toch wel? Dat zal toch niet alleen op... Nou, we gaan dat zien. Kijk, daar staat mijn buurman. Ja hoor. Die is lekker aan het stofzuigen. Doe dit. Ja, en kinderen met stofzuigers. Jongens, wat grappig, joh. Oh, ik zal trouwens de sterren ook even recht zetten. Zo. Hè, zet je hem daar neer, joh. Ja, precies. Gewoon voor de deur. Voor de uitgang, hè? En ingang. Hele lange vrachtauto. Zo. Zet ik deze weer even op de stoep. Hou ik hem even goed vast. Oké, nou. Ben zo terug. Kijk ik weer even naar mijn onderwerpen. Zitten we vast? Nou, je hoort me wel. Denk ik. Ja. Even checken. Hallo, hallo. Hallo. Kijk. Ja. Nou, ik had nog een aardig onderwerpje. Ja. Ik zag een mooie
toen ik zat even te, door Mozilla door de site heen te klikken van wat Mozilla nou allemaal doet. Mm-hmm. En ze hadden een mooi experiment op het gebied van privacy. Om te kijken van wat voor informatie er van jou nou naar andere partijen gaan als je over het web surft. Ja. Dus die houdt bij wie de cookies zetten en allemaal dat soort dingen. Dat is een plugin voor met zo'n allemaal balletjes die allemaal balletjes. Ja. Collusion heet die. Collusion, ja. Enorm veel. Dat is echt niet normaal gewoon. Na 2 dagen browsen stopt eigenlijk die plugin al. Die kan het niet meer aan. Ja. Zoveel. Nee, want je wordt overal gelinkt en er zijn heel veel, vooral ook meettools en CDN's, Content Delivery Networks. Daar zijn er heel veel van. En alle social plugins natuurlijk. Ja. Maar kwamen daar nog, was daar nog iets interessants uit te halen? Zeg maar, iets waar je niet had verwacht? Ik blok heel veel, mm-hmm. bijna alles. Ja. En wat interessant was dat er nog steeds enorme connecties gelegd worden. Dus bijvoorbeeld, jQuery wordt vaak gehost op een CDN van Google. Oh ja, want daar dus hosten ze hun project, toch? Ik blokkeer alle advertenties en alle... alle meetools en dat soort dingen. Ja, dat soort dingen blokkeer ik van Google allemaal. Ja. Maar toch weten ze heel erg veel, doordat ze, dus allemaal veel voorkomende scripts, dus toch weten ze me te volgen. En ze hebben bijvoorbeeld dingen als webfonts hosten ze ook. Ja, dat zijn ook weer dingen die... Dus dat soort libraries en fonts, dat zijn de nieuwe cookies en banner ads. Het is een manier om toch nog mensen te kunnen volgen. Oh, wat nasty. Ja, hè? Maar en daar hebben ze dan weer geen goedkeurknopje voor van cookies en dat soort dingen. Nee, want als je die niet toestaat, is de website stuk. Ja, ja. Als je zegt, ik wil geen jQuery, ja, succes. Dan zal de site het niet doen. Nee, inderdaad. Heel veel websites, dat was vroeger met Twitter, toch? Dat als je de jQuery niet laadde, dan zag je gewoon niks. Ja. Was gewoon een lege pagina. Ja, dan kwam er helemaal niks. Hier komt straks je stream, misschien. Ja. Oh, Twitter zat zo slecht in elkaar. Ja. Oh, en dat trouwens... werd echt gezien als door heel veel mensen. Oh, wauw, dit is fantastisch. Het was zo slecht. Het was allemaal dynamisch. Wat tof. Op alle punten was het slecht. Ja. Ik ben trouwens nog wel een stukje feedback vergeten. Ja. Want we hebben gisteren is de 25 live gegaan. En ik kwam op mijn werk. En ik werd gelijk vuig aangekeken door een van onze analytics experts. Ja. En dat was sowieso... Peet, ik wil wat zeggen tegen je. Het duurt niet lang. Dus die had gelijk opmerkingen over... Wij hadden het over SEO. En dat niet zo heel erg belangrijk zou zijn. Hij zei van... Nou, voor grote bedrijven is SEO misschien inderdaad iets wat erbij... wat erbij hoort, maar niet zo heel erg belangrijk is. Maar voor hele kleine websites kan het wel eens het verschil maken tussen wel en niet bezocht worden. Dus voor kleine start-ups of merken die net neer worden gezet of wat ook. Dan kan SEA, het inkopen van advertenties, maar vooral ook SEO, optimalisatie van content, die kan best wel het verschil maken. Jawel, alleen ik vind SEO, noem het gewoon content optimalisatie. Ja, precies, ja. Dat is al gelul. Het is niet... Het staat voor Search Engine Optimization en Search Engine Marketing. Ja. Wat een onzin. Vind ik echt. Sorry, ja, Tim. Ja. Ik vind dat je fantastisch werk doet, maar dat meen ik ook echt. En ik vind ook analyse van gegevens vind ik echt nuttig. En dat is goed werk. En daar hebben we wat aan. Alleen, het naampje is misleidend en dom. En doordat je je alleen maar richt... Dat naampje die zorgt ervoor dat we ons concentreren op zoekmachines. En dat moeten we niet doen. Ja.
Zoekmachines worden steeds minder interessant en juist mensen zijn interessanter. En ja, mensen gebruiken zoekmachines, dus daar moet je ook rekening mee houden. Maar het is een van de hele vele dingen waar je rekening mee houdt. En dat is precies... Dank je. Ja. Dat is exact wat ik zei. Ik zei vooral van, weet je, het totaalpakket er is. En wat ik dus nog extra meegaf, was er van... Er zijn een heleboel SEO-specialisten die ook online marketeer zijn. Ja. En marketeers zijn bizar goed om dingen te marketen. Verrassing! Ja. En dus al die andere disciplines, die worden een beetje ondergesneeuwd door de waanzinnige kracht en push van online marketing. En dat is heel erg schrijnend. Want dat betekent dat goede fotografie, aantrekkelijke teksten schrijven, mooie video's maken, dat zijn allemaal ondergeschikt aan iets wat er gewoon bij hoort. Weet je wat interessant is aan SEO? Is dat daar... Je hebt natuurlijk enorm veel oplichters tussen zitten, want dat zijn nu helemaal marketeers. Maar je hebt ook hele goede figuren ertussen zitten natuurlijk. Maar dat is niet zozeer waar het over gaat. Nee, het gaat niet over de mensen. Er zijn hele goede dingen uitgekomen. Bijvoorbeeld toegankelijkheid, dat kregen we er maar niet in Nederland. Er was niemand die geïnteresseerd was in toegankelijkheid. Nee. Er moesten wetten voorkomen om het verplicht te maken en zelfs toen gingen mensen lijstjes afvinken om ervoor te zorgen dat ze er maar aan voldeden. Ja. Er was niet van, oh, we moeten een website gewoon toegankelijk maken voor iedereen, omdat dat nu eenmaal kan. Ja, precies. Weet je wel? Dat was terwijl dat het natuurlijk zou moeten zijn. En het is eigenlijk nadenken over de zoekmachine optimalisatie. Die een heleboel van de dingen die wij, heel veel van de best practices die je moet doen om een site toegankelijk te maken, die zitten ook in technische zoekmachine optimalisatie. Ja. Dus dat is grappig. En voor toegankelijkheid kreeg ik nooit een cent. En toen noemde ik het SEO. Het was er ineens heel veel geld voor. Ja, precies, ja. Ja, en hetzelfde geldt nu. Er zit ook hele andere budgetten aan, ook vaak. Hetzelfde geldt nu ook, weet je. Google zei op een gegeven moment, houd toch eens op met het optimaliseren voor machines. En ga nou eens gewoon voor mensen optimaliseren, want dat is wat wij willen. Nou, toen werd zoekmachine optimalisatie werd toen ineens mensoptimalisatie. Dus ja. Daar komen best wel goede dingen uit. En er vallen ook budgetjes uit te halen. Dus wat dat betreft zou je het natuurlijk kunnen misbruiken of gebruiken om echt goede dingen te maken. Maar je moet er heel goed op letten dat je werkt met mensen die het ook snappen. Dat je mensen, zoekmachine optimalisatie mensen hebt die breder kunnen denken dan alleen maar machines en robots. Ja, en ook dat je, eigenlijk gaat het ook over een soort van goed, een goede website of een goede online ding willen maken. Ja. Ik denk als je dat als oogpunt hebt en je bent vaardig, dan een heleboel dingen vanzelf ook op zijn plaats komen. Inclusief dat je voor de toekomst ook voorbereid bent voor de toekomst. Ja. Maar als je nu zegt van, nou, ik wil nu dit en dit, want dat is nu heel erg belangrijk. Ja. Dikke kans dat je dan een heleboel dingen voor de toekomst gewoon, dat je nog een keer die website moet maken over 2 jaar of over 1 jaar of wat ook. Ja, nou ja, goed, dat gebeurt sowieso wel. Ja, precies. Websites ja. worden elke 3 jaar zo ongeveer weer opnieuw gebouwd. Ja. Maar dat is, eigenlijk is dat zonde. En dat komt ook eigenlijk doordat we websites gewoon niet goed bouwen. We maken mooie plaatjes. Ja. En zodra het live staat, wat heel lang duurt, hebben we er eigenlijk alweer genoeg van. Want het is net niet goed genoeg. Het is niet wat we beloofd hadden. Het is niet zoals we het verwacht hadden. Ja. Dus iedereen is altijd een beetje teleurgesteld met een website. En dan, ja. En dan ja, is hij na een half jaar is hij eigenlijk alweer achterhaald. Maar ja, is het te vroeg om erover te beginnen van we gaan wat anders doen. Ja. Ja, het is zo, maar mensen die hebben er ook niet het geduld ervoor om zeg maar alle aspecten ook goed te doen. Hè? Dus als wij dan de webprojecten waar wij echt fan van zijn, dat zijn van die projecten waar elk detail zo mooi is uitgewerkt en waar je blij wordt, gewoon puur vanwege wat er staat en hoe het wordt aangeboden. Mm-hmm. En dat zijn ook precies de projecten die ook langer een langer leven beschoren zijn. Ja. Omdat ze gewoon hebben gedacht van ja, we moeten dit moeten we maken alsof we een boek maken, weet je wel. Dit boek gaat in de
in de aankomende... Boeken worden ook slecht gemaakt, hoor. Ja, maar ik bedoel met de boeken worden gemaakt met de dat ze 4 keer gelezen worden... en dan moeten ze stuk zijn, zodat er een nieuwe wordt gekocht. Ja, misschien is het verkeerde analogie. Ik bedoel te zeggen dat het gemaakt wordt met de aandacht... alsof er daarna niks meer aan gedaan kan worden. Ja. Alsof ze van, nu moet je ook echt je best doen... want het kan niet meer aangepast worden. En is dat ook zo. Het kan wel, alleen het budget is gewoon op. Dus er gebeurt niks precies, meer. Ja, precies. Maar daar zit dan ook een heel erg belangrijke kwestie. Dat mensen denken dat als een website live gezet wordt... dat die dan af is. Nee. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. En het grappige is, de teksten die ervoor geschreven worden... die worden dan weer juist met de omgekeerde redenering... van dat kunnen we altijd nog wel aanpassen... of dat kunnen we nog wel aanvullen of beter maken of wat ook. Ja. En dus merk je dat altijd bij livegang... dat alles op zijn plek is, behalve de content een beetje. En ja, wordt het... dat het alsnog niks is. En dat ze denken van, ja, ik weet niet. Misschien moeten we toch maar eens gaan denken om iets anders erbij te doen. Een app of iets dergelijks. Of wat dan. Ja, het is natuurlijk vaak eens gewoon budget. Te weinig budget uitgestoken. Ja, of verkeerd geïnvesteerd. Ja. Dat kan ook. In feature riders vervallen en te veel tegelijkertijd willen. Ja. Terwijl een hele mooie kleine kern... Of een slecht team samenstellen. Beknibbelen op kosten. Dat is natuurlijk ook wat te veel gebeurt. Ja, heel veel mensen inzetten tegelijkertijd. Of, fijn. Maar goed, dat was één. Hey, er is nog één ding. Als mij redden we dat nog net in de 700 meter die we moeten rijden. Ja. Dat was een leuke opmerking die jij maakte over de locatie van het logo op websites. Dat misschien, waarom dat logo er telkens erbij staat, omdat het... En de vraag was, dat logo hoeft helemaal niet linksboven of rechtsboven. Ja. Maar dat kan gewoon ergens anders staan. En dat stuitte in eerste instantie een beetje op weerstand. Van ja, maar dat is onze... Iedereen doet er lacherig over als ik het zeg. Ja, maar precies. Toch... Ja. Zo van, dat is onze identiteit. Hè? De identiteit van een website, die kan je daarvan afzien eigenlijk. Ja. En toen kwamen er hele toffe reacties van mensen die zeiden van... Nou, als je mij vindt, herken ik de Telegraaf, die herken ik in één keer. Want die heeft gewoon een bepaalde uitstraling. Ja, en daar heb ik dat logo helemaal niet voor nodig. Ja, maar dat is ook heel belangrijk. En kijk, een goede huisstijl, daar heb je dat logo niet voor nodig. Ja. Dus neem bijvoorbeeld KLM. Stel nou, je neemt de website van KLM en je zet alle elementjes van die website onder elkaar. Ja. Mobiele site, maar simpel gezegd. En je scrolt dan een stukje naar beneden en dan laat je het aan iemand zien. Ja. Grote kans dat als iemand KLM een beetje kent... dat hij gewoon ziet van dit is de KLM-website. Die huisstijl is gewoon heel erg sterk. Ja, precies. En het is zeker op mobiel... is dus die huisstijl veel belangrijker dan het logo. Want het logo... Woep, en hij is weg. Je ziet hem niet meer. Nee. Je scrolt dit stukje en hij is weg. Gewoon een centimeter. Ja. Dus het moet het doen zonder logo. Het moet gewoon werken zonder logo. En als je op die manier durft te denken... Dan kan je ook denken van, nou, moet dat eigenlijk wel bovenaan staan? Ja, inderdaad, ja. En ik merk, want ik de eerste keer dat ik dit zei, werd er hard om gegrindekt. Bij KLM zei ik dit trouwens de eerste keer. En KLM die zei toen, nou, dat logo gaat nog niet lukken. Maar de hoofdnavigatie, ja, haal die maar weg eigenlijk bovenaan de pagina. Zet die maar ergens anders, of verberg hem, of wat. Ja, of doe er maar wat mee, want dat is toch een onding. Ja. En... Nou, je ziet nu, merk ik, dat klanten die... Oh, ja, inderdaad. Ja, die zien het dan ook, hè? Ja, dat logo hoeft helemaal niet overal bovenaan te staan. Als de uitstraling maar mijn merk is, als de brand maar op andere manieren overkomt... Ja. Is dat logo helemaal niet belangrijk. En wat je dan overhoudt, is zo'n stuk vaak. Want het logo moest altijd groter. Ja. En je kan het logo of echt helemaal weglaten... of je zet het lekker in de footer... waar het eigenlijk thuis hoort wat mij betreft. En dan kan je dus de aandacht... meer aandacht geven aan de content. Ja, precies, ja. Ja. Ja, of dat het... de splash screen hebt of zo... die hem gewoon heel even ziet. Nou ja, dat hij dan, heb je. Dat hij dan verdwijnt. Het idee kwam bij mij vanuit inderdaad de mobiele apps. Ja. Geen enkele mobiele app heeft een logo bovenaan de pagina staan. Dat doet gewoon niemand. En nee. Natuurlijk niet. Nee, maar dat is allemaal waardevolle ruimte ook. Ja, heel waardevolle ruimte. Maar dat is het op een website ook, hè. Je denkt altijd dat een website heel veel ruimte heeft, maar dat heeft het niet. Een website heeft ruimte in de breedte van oudsher. Ja. Niet in de hoogte. De hoogte was vaak maar iets als
450 pixels of zo. En daar gingen we dan 150 pixels van gebruiken. Ja. Voor het logo plus de hoofdnavigatie. Ja, precies, ja. En vaak had het logo dan ook nog een payoff eronder staan. Ja. Heel, oh ja. Wij maken dingen beter. Dat mocht echt wel lekker groot. Of een header met een hele visual erin. Ja, precies, ja. Fuck. Met een gradient erachter. Ja, 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 mooi. Ja. Ook heb ze allemaal gemaakt, geloof ik. Ook voor mijn eigen website. Ja, ik ook. Of mooie fotografie erboven. Maar dat zie je dan weer wel heel vaak. Wordt maar het, goed, dat kan ook echt wel zijn waarde hebben, ja, natuurlijk. Maar ik merk ook dat... nu merk ik dat zeker een aantal belangrijke magazines... Die gebruiken nu een fotografiestijl om die signature te bepalen. Dus dat mensen eigenlijk aan de mooie fotografie over het onderwerp kunnen zien. Zo van, oh hé, hey, dit is een, weet ik wat, een New York Times ding. Okay. Omdat het een bepaalde kleursaturatie heeft en warmte of weet ik veel wat. En dat is best wel tof. Ja, het kan typografie natuurlijk. Typografie is super belangrijk. Ja. Dat zie je nu echt. Dat... dat lijkt ook echt de identiteit een beetje over te nemen. Dat mensen het ook weer. Ja, maar als je van bij oudsher is het. Als je kijkt naar een huisstijl, dan is typografie super belangrijk. Ja. Dus dat is iets wat echt. Mensen zien het niet bewust, maar je ziet het. Als je een ander font daar neerzet, dan is er iets mis. Ja, ja. En. Ja. Oh, komt die dame nou? Dat is een, ja. Ja, ik denk, ik bedoel, als je de KLM, site die herken je gewoon, dat is NOAA. Dat is een heel mooi font. En dat is, als je die ziet, dan denk je zo van, ah, KLM, prima. Ik ben nu een website voor Katrien aan het ontwerpen. Oh. En die is ook, daar ben ik begonnen met de lettertypes. Uh-huh. En daarna ben ik pas layout en verf. Ben ik daarover gaan nadenken. Maar eerst lettertypes. Ah, ja, dat is. Dus je bent een soort van identiteit voor haar aan het definiëren met behulp van. Ja, want ze had nog helemaal niks. Dus dan kon ik dat lekker vrij ben ik erin. Ja. Cool. Ja. Hey jongens, we zijn er. We zijn er. We zijn in het immer rustieke en pittoreske. Osdorp. Dank jullie wel voor de aandacht. Als dit een viewing was, dan kruip ik nu weer uit mijn schulp. En dan kunnen we het er nu over ouwe hoeren. Precies, ja. Tot ziens. Doei. Doei.